Op podium Volt stond zaterdag 2 en zondag 3 mei totaal in het teken van Herman Brood. Er was kunst. Koos van Dijk, manager van Wijlen Herman Brood, vertelde anekdotes over de artiest, kunstenaar, acteur en poëet. Gitarist Danny Lademacher speelde met zijn Wild Romance Volt plat. Wat was uw drijfveer om met een man als Herman Brood, een persoon met een totaal eigen wil, in doen en laten in zee te gaan? Ja, dat deed ik natuurlijk omdat ik A, enorme fan van Herman Brood was, van zijn muzikale kwaliteiten. Dat begon al bij Cube in the Blizzards, als pianist. Stond hij daar als icoon eigenlijk, met zijn John Lennon brilletje op en zijn witte in zijn regenjas. En later leerde ik hem kennen omdat ik natuurlijk bij hem, Herman, bij mij in mijn café wou laten spelen. En ik vond hem gewoon een hele prettige, sterke persoonlijkheid, maar vooral humoristisch, vooral opgewekt. En dat trok mij ontzettend in hem aan. Is Herman Brood niet bekender geworden door zijn werk als kunstschilder dan door zijn muziek? Ja, die keus moest Herman maken. Kijk, hij zei altijd van, als ik muziek maak, kan ik niet schilderen. En als ik niet schilder, kan ik geen muziek maken. Al zie je dat wel aan de toetsen hier, dat hij dat probeerde. Maar uiteindelijk kun je beter zeggen dat hij meer geld verdiend heeft met schilderen. Veel meer geld. Maar het was natuurlijk één karakter, één persoon. Dus dat kun je niet losweken. Maar je kan beter zeggen van dat het meer geld opbracht. Vanmiddag kwamen twee mensen aanrijden in een auto. En die trokken een schilderij uit de auto. En dat bleek nog een origineel te zijn. Ja, dat is mijn taak eigenlijk. Om het kaf van het koren te scheiden. De echten van de valsen. En deze mensen hebben geluk. Die hadden een echte brood. En die hebben ze gekocht voor weinig. En ik heb dat goedgekeurd. En ze hebben geluk nu. Ze zijn heel blij. Ja, blijkt dat dit dus echt ook een echte Herman Brood is. We hadden hem wel eens dusdanig gekocht. Maar ja, goed. Er gaan altijd zoveel verhalen in die wereld. En ook het erbij hebben van een certificaat. Dat is niet echt een garantie natuurlijk. En inderdaad, zoals je al zegt, Koos was echt heel, heel super. En gelijk erbij. En ook heel enthousiast. En het blijkt dus echt wel degelijk een echte Herman Brood te zijn. Met voor ons prettig en tot onze verbazing ook een behoorlijke waarde. Dat, Slaapt u nog rustig vanavond? Oh jawel, net heel fijn denk ik. Ja, dat gaat wel lukken. Hoe is deze expo tot stand gekomen? Ik was vorig jaar in oktober of november was ik de eerste keer hier bij Volt aanwezig met een vriendin van me. Toen waren we hier voor een optreden van Rauwenijzen. Ik was hier nog nooit binnen geweest, wel veel van gehoord. Na het concert toen waren we in de bar iets aan het drinken, dus ook een groot portret van Herman Brood hangen. En toen dacht ik, hey, was misschien zo'n mooie locatie om iets te kunnen doen. Toen heb ik daags daarna een mailtje gestuurd naar Volt om eens te komen praten. En Marieke was zeer enthousiast vanaf het begin. Ze wilde er wel ook graag de muziek bij betrekken. Ja, en zo brainstormend kwamen we heel snel tot leuke ideeën. Staat hij vandaag hier meer als kunsthandelaar of meer als fan van Herman Brood? Hoe denkt u zelf? Ik weet het niet. Als liefhebber. Ja, het is voor mij natuurlijk, het financiële plaatje moet ook kloppen. Hè? Maar het is voor mij liefhebberij. Het is hobby. Het is weliswaar een beetje uit de hand gegroeid. Maar het is en blijft hobby voor mij. De avond werd opgelukt met onder andere een burlesque show in broodstijl. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. De Limburgse band Exit 31 bracht een muzikale hommage aan de overleden Herman Brood. De band werd op het laatste moment toegevoegd in het programma door manager Koos van Dijk. Never be clever. Never be clever.
Wat voor een artiest was Herman Brood? Een hele goeie. Ik heb geen andere verklaring. Wel een man met gebruiksaanwijzing. En het klikte niet. Dus in mijn geval, of in ons geval dan. We hebben heel veel geluk gehad, het klikte meteen. En we hebben toch een dik 10 jaar vet succes meegehaald. En het was en echt rock and roll, die is niet vervals. Herinnering aan de seks, drugs en rock'n'roll tijdperk van de Wild Romans? Ik weet dat het een hele moeilijke vraag is. Ja, want je kan 10 jaar lang alleen maar leuke dingen vertellen. Ik heb, wat moet je vertellen? Ik heb wel een leuk. Een zondagmiddag ergens in Nederland, op zomerdag, augustus. De tweede periode met Herman, dus met David Hollestel dus de tweede periode. Herman was kwijt het is zomers en het was bloody hot ook. Het was zondagmiddag, een tent vol mensen. En ik zei, shit, weet je wel, waar is hij nou? En plotseling, jongens, Herman komt eraan. Hij was in een sloot gevallen. En hij stonk met een groene ding. Hij dacht dat het gas was. En Herman is heel kippig. Ik zag niet goed. Kleurblind, maar ook verder. Dus hij dacht dat het gas was. En hij is gewoon zo wak de sloot ingegaan. En hij kwam en hij stonk. Dat was niet, en het was showtime, 10 minuten. Dus hij zei, jij je broek, de crew. Jij je t-shirt. En hij is met een veel te grote broek. En stinken, jong, niet te geloven. En een veel te grote broek met een touw om zijn binnen en een t-shirt van iemand anders. We zijn zo op het podium opgegaan met al die lampen. Je wil niet weten, wat een stank. Nou, dat vond ik heel erg leuk. Dat vergeet ik nooit. Gewoon de eerste rij zelf, gewoon had last van. Het ging naar aan. Het was gewoon een soort hoop shit op het podium. Het was verschrikkelijk. En het barsten van die anekdote natuurlijk. Maar de rock'n'roll mythe heeft Herman Brood toch eigenlijk ook zijn das om gedaan? Daar ben ik niet helemaal met je eens. Wat ze de das om gedaan heeft, is dat hij een stupide idee heeft gehad om af te kicken. En dat is helemaal fout gegaan. Omdat als je amfetamine 40 jaar lang gebruikt en plotseling je stopt ermee, dan zeg je lichaam, nou dan stop ik ook mee. Dus wat er gebeurt is, als lichaamfuncties zijn de een na de ander gestopt met werken. En ik snap niet dat specialisten, omdat hij speciaal naar Londen voor gegaan. Het is een afkikkliniek. En ze hebben dat gewoon fundamenteel gewoon fout aangepakt. Dus eigenlijk had hij gewoon doorgespoten, gedronken waarschijnlijk. Was hij nog steeds gewoon fit en wel. Dope sucks. Dope sucks. Dope sucks. Don't just come out of my nose. En hoe het gaat? Ah, super man. Voortreffelijk. Gaaf. Ja, te gek. Echt beter dan verwacht. Echt super. Ja, super vet. Incredible. Nostalgie. Herinneringen. Rocken tot we doodgaan.